We hebben met Rappa gesproken over de ontwikkelingen hier in Suriname met betrekking tot het schrijverscultuur, met betrekking tot ook de publicaties vanuit Surinaamse schrijvers. Volgens Rappa moet het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ertoe gaan zorg dragen dat meer Surinaamse boeken geplaatst worden in de bibliotheken. Wij voeren terug naar dit moment. Er zijn producties. Het is opvallend dat ik in de afgelopen jaren heel veel mensen heb gehad die hun manuscript hebben aangeboden, ze willen publiceren. Er is nog een hele weg te gaan, ze doen dat vaak. Maar de respons daarna, worden de boeken door bijvoorbeeld leerkrachten voor geschiedenis of voor Nederlands of voor Engels als het vertaald wordt, worden ze aan de kinderen aangeboden. Als je kijkt naar de boeken die de kinderen vandaag de dag, ik heb jaren nog steeds een beetje met de BIEB bezig geweest, dus steeds diezelfde oude titels die ik ook heb gekend toen. Er zijn zoveel nieuwe Surinaamse boeken. Sommigen hebben een prijs gehad, zoals het boek van meneer Bettersen, ja, Een jager verdween. Maar ik zie nog op geen enkele literatuurlijst van de MULO, eind-MULO, HAVO, VWO, zie ik dat boek staan. De juffen kennen dat boek niet, willen het niet lezen, willen het niet op de lijst zetten, vinden het maar, waarom niet? Dat bedoel ik. Dus die schakel is zwak. De productie is er, publicaties komen er, maar de manier hoe de publicaties gaan naar het jonge en oudere lezerspubliek. Hier in Tori Oso komen er mensen boeken kopen, maar het is maar een top van de ijsberg. Het boek moet via de bibliotheken naar de leerlingen toegebracht, maar die leerlingen kunnen die boeken niet kopen. Het kost geld. Ze hebben alle moeilijke problemen thuis en om naar school te komen. Die boeken moeten in de bibs zijn. En dan zie je, ik heb het in vele bibs gezien, als ik daar boeken ging presenteren. Een heleboel boeken uit Nederland, dump. Een mooie boek hoor, goeie, Harold Robbins en maar op. Onaangeroerd. Een plank met Surinaamse boeken hier, kapot gelezen. Helemaal op. Zie je? Dus je ziet dat die drang is er om die eigen boeken te lezen, maar die aanvoer is er niet. Maar als u... Dus de inkoop van die boeken via het ministerie moet dat gaan. Want ik kan niet vanaf nou schrijven dat ik allemaal gratis ik moet ook betalen. Ik word niet gesubsidieerd. En als we het hebben over het digitaliseren. Want nu is er een cultuur van digitaal boeken kopen en digitaal boeken lezen. Hoe gaat de schrijversgroep hiermee om? Goed, positief. We staan positiever tegenover. Maar het probleem is, niet iedereen heeft de beschikking over de apparatuur. En velen vinden het boek in de hand hebben nog altijd iets anders dan het ergens digitaal op een bestand, op een scherm. Voor studie is het heel goed, maar een boek hebben als collectors item, dat je erin kan lezen, dat je het kan bewaren, dat je het aan iemand kan geven als cadeau, dat gaat veel beter als het in boekvorm is. En nog iets, dat zeg ik steeds, maar mensen snappen het niet altijd. Ik zeg, er worden nu inderdaad gelukkig minder boeken gedrukt vanwege het papier besparen. Dat is goed, want veel boeken worden daarna weggesmeten of dump. Maar hoe meer boeken digitaal verschijnen en hoe minder gedrukt worden, hoe meer de waarde van het gedrukte boek stijgt, want het wordt schaarser. Zie je? Dus het gedrukte boek zal nooit echt verdwijnen. Kijk ook naar de oude boeken, zoals de Bijbel, de Koran, de Veda's. Hoeveel eeuwen ze hebben overleefd dankzij het feit dat ze op papier toen, op parkament, op noem maar op waren. Ze waren niet ergens monden in een digitaal bestaan. En lullig om het misschien, pardon, vervelend om het te zeggen. Maar één grote, zware, elektronische schok vanuit de zon, zoals een zonnevlam-explosie, vernietigt alle elektronische, digitale situaties buiten de dampkring via satellieten. Is heel kwetsbaar. Boeken ook, maar die overleven de tijd wat langer. Ondanks u dat zegt, dan kunnen wij toch wel constateren, als u een groter publiek zou willen bereiken, dat zou u toch digitaler moeten gaan. En dat gebeurt ook. Maar vooral voor het onderwijs, nu hier, waar niet elke leerling een laptop heeft en niet elke school internet heeft, ben je nog toch wel gebonden. Gebonden niet, maar is het boek in zijn gedrukte vorm wel dan nu niet te dik. En daarom dat ik zeg, zuinig zijn, dunne boekjes, niet te dik. Dat je dan toch geen beslag legt op de voorraad die papier en zo verbruikt, maar dat nog een tijdje zal duren voordat het helemaal digitaal. En ik ben bang dat het digitale ding toch wel zijn maximum heeft bereikt.
Thank you.